Aquareltip schetsen. Wat is het beste papier om op te schetsen? Het eerste onderscheid kenmerkt zich in het formaat. Je hebt staand en je hebt liggend. Staand is meer, noemen ze portret, en liggend noemen ze meer een landschapsformaat. Daarnaast heb je natuurlijk ook kleintjes om kleine schetsen te maken. Een schetspapier is bedoeld om het grafiet van je potlood op te nemen, om dus mooie asseringen met je potlood te kunnen maken. Het is niet bedoeld om daar aquarelverf op te zetten. Voor aquarelverf, als je dat wil benutten gelijk in je schetsen, dan adviseer ik je om aquarelpapier te pakken. In een andere video leg ik uit welk aquarelpapier daar geschikt voor is. Een aquareltip voor jou. Doe er je voordeel mee. Mago van de Aquarelacademie.